Overgewicht.tv wordt gesteund door het Obesitas-platform en Partnerschap Overgewicht Nederland. En Overgewicht.tv wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk en Goodlife. Goedenavond, welkom allemaal bij de allereerste aflevering van Overgewicht TV. Geweldig dat jullie er allemaal zijn. Er zijn heel veel aanmeldingen gekomen en er zitten ook mensen nu live mee te kijken. Heel fijn. Ik ben Merel van Dorp, ik ben journalist en social wetenschapper en ik ben jullie host vanavond. En ik hoop eigenlijk heel veel van jullie te horen of eigenlijk te lezen, want ik wil jullie van harte uitnodigen om in de chat al jullie vragen en opmerkingen te plaatsen. Vragen aan onze sprekers en ook als je opmerkingen of ideeën hebt over deze uitzending vanavond, dan horen we dat heel graag. Dus bij deze. Obesitas en overgewicht. Veel mensen hebben daarmee te maken. Veel meer mensen en steeds meer mensen ook. Het aantal is groeiende. En dat kan tot problemen leiden, zoals bijvoorbeeld onvruchtbaarheid of depressieve sombere gevoelens, hoge bloeddruk. Maar we hebben natuurlijk ook gezien nu tijdens de coronacrisis dat mensen die COVID-19 krijgen toch een ernstiger verloop van de ziekte kennen dan mensen die niet een teveel aan kilo's hebben. En aan de andere kant zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, maar ik voel me eigenlijk prima. Ik voel me goed zoals ik ben. Dus ja, hoe druk moeten we ons eigenlijk maken over overgewicht en obesitas? Nou, daarover ga ik het vanavond hebben met mijn twee gasten, Liesbeth van Rossum en Erica van den Akker. Liesbeth van Rossum is hoogleraar obesitas en stress bij het Erasmus MC in Rotterdam en tevens internist endocrinoloog daar. Oh, ik wist dat ik erover ging struikelen. En ook auteur van het boek Vet Belangrijk. Erica van den Akker is kinderarts, endocrinoloog, ook bij het Erasmus MC. En zij heeft samen met Liesbeth van Rossum het Centrum voor Gezond Gewicht opgericht. Nou, fijn dat jullie er zijn. We gaan straks uitgebreid met jullie in gesprek. Maar eerst zou ik graag met jullie willen kijken naar hoe eigenlijk over obesitas als ziektebeeld wordt gesproken in de media. Elk pondje gaat door het mondje. Wie kent deze uitspraak niet? Gewoon minder eten en meer bewegen is een veelgehoord advies. Maar is het zo simpel? Voor een deel is het waar. Als er net zoveel calorieën het lijf binnenkomen als je verbrandt, is je energiebalans op orde. Maar tegelijkertijd is het vele malen complexer dan dat. Want veel mensen met obesitas die proberen af te vallen met sporten en gezond eten, merken dat ze toch weer aankomen of zelfs zwaarder worden. Hoe komt dat? Obesitas is een ziekte. Je zou kunnen zeggen dat het vet van mensen met ernstig overgewicht ziek is. En dat zorgt ervoor dat de kans toeneemt dat je allerlei andere ziektes krijgt. De aanpak van deze complexe en vaak chronische ziekte vraagt om ingrijpen door de overheid en zorgprofessionals. De aanpak van obesitas vraagt dat we erkennen: obesitas is een ziektebeeld. Liesbeth, ik zei al in de introductie, een deel van de mensen is best heel tevreden over hoe ze eruit zien, hoe ze zich voelen. En toch noem jij obesitas een ziekte. Kun je dat uitleggen? Ja, dat is ook zo gedefinieerd door de WHO en de Gezondheidsraad. En dat is eigenlijk niet voor niks. Want op het moment, kijk, vet is heel goed, heb je nodig. Maar op het moment dat je te veel hebt, en met name veel buikvet, dan raakt dat vet als het ware wat ontstoken. En het is echt een orgaan. Er worden honderden hormonen gemaakt. En als dat vet te veel is en ontstoken raakt, het doet het niet meer goed. Het functioneert niet meer goed. Dus je krijgt ook allerlei hormonale verstoringen. Nou ja, een gevolg daarvan kan zijn dat je ziekte ontwikkelt. En het werd al een beetje genoemd, hè. Je hebt ruim 200 obesitas-gerelateerde ziekten. Oef, en waar moet ik dan aan denken? Nou ja, de meeste mensen kennen wel diabetes of hart- en vaatziekten. Maar er zijn bijvoorbeeld ook 13 vormen van kanker die daaraan gerelateerd zijn. Of onvruchtbaarheid. Maar die ontsteking die gaat ook bijvoorbeeld richting je brein en kan daar somberheidsgevoelens geven. Dus het is echt ontzettend breed wat voor ziektes je daardoor kan ontwikkelen. Ja, ja. Zeg, en word je dan ook echt ziek van obesitas? Nou, niet iedereen, maar het is wel zo dat de meeste die ziektes in de loop van de tijd gaan ontwikkelen. Maar ook al heb je niet nog die ziektes, dan zie je ook wel dat heel vaak mensen bijvoorbeeld ook al knieklachten gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het gewicht zelf ook al. Dus je kan mentale klachten, fysieke klachten, maar ook mechanisch eigenlijk, hè, door gewoon de overbelasting van het gewicht. Ja. Ja. Ja, we hebben voor de opname zijn wij op bezoek geweest bij Floor van der Steen. Zij is diabetesverpleegkundige, coach en ook zelf ervaringsdeskundige. En zij voelde zich eigenlijk eerst niet ziek en later toch wel. We kijken even met haar terug naar de tijd dat zij meer dan 100 kilo woog. Hoi. Hoi, jij bent Floor? Ja, kom binnen. Oh, dankjewel. Nou, een leuk huis heb je. Dankjewel. Wie speelt er piano? Ja, ik speel soms piano. Oh, leuk. Ja. Fijn dat we er mochten zijn vandaag. Ja. Spannend. Ja, hè? Dat is het ook wel een beetje. Hé, Floor, ik ben wel nieuwsgierig, hè? Want sinds wanneer ben jij zo, was jij wat zwaarder dan anderen? Ik ben... Eigenlijk als kind was ik niet te zwaar. Ik ben pas zwaarder geworden rond mijn 16e, 17e. En toen ben ik in een korte tijd ontzettend veel aangekomen. En sindsdien is eigenlijk het probleem ontstaan met mijn overgewicht. En uiteindelijk had ik zware obesitas. En je woog op een gegeven moment? 115 kilo. Ik ben 1,72, dus dat is natuurlijk enorm zwaar. Had je er veel last van? Ontzettend. Ik heb ook tijden gehad dat ik het eigenlijk verbloemde en dat ik ook wel het ontkende. En voelde je ook eigenlijk wel echt ziek, Floor? Ja, de eerste jaren niet. En pas de laatste jaren voelde ik me wel ziek. En dat had met name te maken met dat ik altijd moe was, altijd pijn. Ik had slaapapneu. En dat je 's ochtends, ook al heb je geslapen, word je doodmoe wakker. Dat heeft uiteindelijk ook weer effect op je energie. En op je beweegpatroon en op je eetpatroon. En dat merkte je dan bijvoorbeeld als je de trap opliep? Ja, dat was heel snel buiten adem. Op welke manier voelde jij je dan gehinderd door je lijf? Nou ja, zwemmen bijvoorbeeld. Terwijl, ja, ik heb kinderen en die vinden dat natuurlijk fantastisch. Of nou ja, echt actief met ze spelen, vermeed ik ook. Maar... Want wat gebeurde er dan als je ook een tikkertje wilde doen? Of... Ja, ik was heel snel buiten adem. Heel snel. En dan komt er een soort schuld- en schaamtegevoel. Want ja, je wil eigenlijk wel en je voelt je eigenlijk ook tekortkomen als moeder. Maar op dat moment lukt het je niet. En totdat ik was er gewoon op een gegeven moment echt klaar mee. En ik had er genoeg van. Ik dacht, ja, ik wil en een actieve moeder zijn, maar ik wil vooral ook gewoon zelf gezond oud worden. Wanneer realiseerde je dat je echt ziek was? Nou, dat is eigenlijk door mijn partner gekomen, die mij altijd heeft geaccepteerd zoals ik was. Maar die zei wel... Floor, ik ben bang als jij zo doorgaat dat ik je dood in bed vind. Want je bent nu nog jong, maar je bent nu al best zwaar. En ja, wat gaat de toekomst jou brengen? En hij zegt, voor mij hoef je niet af te vallen omdat ik dat mooi vind, maar wel omdat het echt ongezond is. Ja, Floor voelt zich dus nu wel beter. Hoe kan dat? Wat gebeurt er dan in het lichaam? Nou ja, we hadden het over, het is echt een ziekte. Dus die ontstekingsstofjes die vrijkomen doordat dat vet ziek is, zeg maar. Dat zorgt ook voor dat je minder energie hebt, dat je vermoeider bent. Je stemming is wat somberder. Ja, op het moment dat je er wat aan doet door een van de obesitasbehandelingen, dan kan dat vet gewoon ook weer minder en gezonder worden. Het functioneert beter, krijg je meer energie. Allerlei klachten die waren ontstaan, die kunnen weer verdwijnen. En ja, we horen hier ook bijvoorbeeld benauwdheid, dat verbetert. Hè? Dus de longfunctie gaat het weer beter doen. Gewrichtsklachten kunnen weer verminderen. Dus op echt heel veel fronten kan je gezondheidswinst behalen. Je hoeft niet eens extreem veel af te vallen. Als je een beetje al afvalt, dan het hangt vanaf natuurlijk hoeveel overgewicht je hebt. Maar een beetje afvallen kan er heel veel gezondheidswinst geven. Oké, dus het is een omkeerbaar proces. En je zegt ook, al is het maar een klein beetje, een paar kilo kan al helpen? Ja, we weten vanaf bijvoorbeeld van 5% lichaamsgewicht... dan zien we al heel veel gezondheidswinst mentaal en ook lichamelijk. Ja, ja. Oh, wat mooi inderdaad. Hey, en hoe kan het nou eigenlijk dat sommige mensen... ja, lijkt of ze altijd wel een lantaarnbal blijven, bij wijze van spreken... en andere mensen die hoeven maar te kijken naar 3 volkoren boterhammen... en ze zijn dik. Ja, er zijn eigenlijk heel veel oorzaken. Hè. We denken vaak, het is alleen maar te veel eten en te weinig bewegen. Ja. Dat zijn natuurlijk factoren die enorm belangrijk zijn... en voor heel veel mensen spelen... Maar daaronder zit natuurlijk ook een genetische aanleg. Hè. De een wordt heel makkelijk te dik en de ander die kan van alles eten, maar wordt nog steeds niet te dik. Dus... Maar kun je dat ook echt vinden dan? Dat zit dat echt in die genen aanwijzen waarin dat zit? Ja, dat is, daar komt Erica straks nog wel op terug, maar... Überhaupt geldt voor iedereen. Net zo goed als je blauwe of bruine ogen hebt, dan is het, je hebt aanleg of je hebt of geen aanleg. Dus daar doe je niet zoveel aan. Dat is je gegeven. Factoren waar je wel wat aan kan doen, zijn andere zaken als bijvoorbeeld dat mensen bijvoorbeeld soms heel veel stress hebben, wat snacktrek kan geven, of slaaptekort, of bepaalde cultuur waar iemand in zit. Hè, bijvoorbeeld in armoede leeft en allerlei financiële schulden heeft en bepaalde leefstijl aanhoudt. Of dat de verbranding anders staat afgesteld. Of dat er bijvoorbeeld iemand medicijnen gebruikt die een gewichtsverhogende bijwerking hebben. Dus er zijn heel veel oorzaken. En als we het nou even op een rijtje zetten. We hebben even een lijstje gemaakt van de hoofdoorzaken. Dan kan je het eigenlijk grofweg indelen in 6 categorieën. En leefstijl is natuurlijk een hele belangrijke en veel voorkomende categorie. Ja, en met leefstijl bedoel je dus gezond bewegen en gezond eten? Ja, maar het is eigenlijk meer dan dat. Het maakt ook uit bijvoorbeeld hoe laat eet je. Hè? Eet je bijvoorbeeld 's avonds laat, is het veel slechter dan als je bijvoorbeeld om 5, 6 uur eet. Hè? Oei, dus als je 10 uur avond werkt, dan wordt dat wel lastig waarschijnlijk. Nachtdiensten draaien, ploegendienst ook. Hè? Als je midden in de nacht eet, is dat ook veel schadelijker. Het zet veel meer aan dan in kilo's. Maar ook dingen als mensen die gaan crashdiëten gaan doen. Dan ontstaat vaak het yo-yo-effect. Maar ook bijvoorbeeld mentale oorzaken. Hè. Daar heb je een hele aparte lijst van. Ook bijvoorbeeld mensen die trauma's hebben meegemaakt in het verleden. Of andere dingen. Die moeten soms een aparte behandeling daarvoor hebben. Je hebt mensen dus die dikmakende medicatie gebruiken. Hè. Dat is vaak een bijdragende factor. Of het kan soms... tegenhouden dat iemand heel erg bezig is met afvallen, maar het lukt niet. Ja, maar dat moet je even uitleggen. Dikmakende medicijnen, waar vind ik die? Nou, mensen kennen dat vaak wel als bijvoorbeeld prednison. Hè. Mensen, dat staat er berucht op, als je prednisonkuur hebt, dan krijg je een bol hoofd, dikke buik. Ja. En dat is een vrij extreme, maar je hebt veel andere middelen die een tikje gewichtstoename kunnen geven. En wat we vaak zien is juist dat mensen die al obesitas hebben, die hebben soms bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of die hebben diabetes. En daar zitten soms medicijnen tussen die gegeven moeten worden, maar die ook zorgen dat het effect van leefstijl een beetje tegen wordt gewerkt, zeg maar. Ja. Ja. En dan heb je soms nog hormonen als oorzaken die kunnen... mensen die na de bevalling bijvoorbeeld kilo's vasthouden... of bij de overgang, of bij mannen als testosteron laag is... schildklierproblemen. En wat we vaak zien is dat mensen niet alleen uit één categorie oorzaak hebben... maar dat de combinatie is van een beetje categorie 1, 2, 3, 4... 5 en 6, wat je hier ziet, zeg maar, dat is wat zeldzamer. Wat 5 en 6 is eventjes? Nou, daar gaat Erica zo meteen nog wel wat over vertellen. Want dat gaat echt over wat zeldzamere oorzaken, echt op genetisch gebied bijvoorbeeld. Ja. Wat misschien wel leuk is als mensen echt denken van, nou, ik wil hier veel meer over weten. Wat speelt nou bij mij? Daar heb ik samen met Mariette Boon en Erica heeft er ook input op geleverd. Hebben een boek geschreven hierover, waar gewoon echt alle details in staan. Hoe werkt je biologische klok bijvoorbeeld? Daar vinden we dit schema ook weer terug, hè? In hoofdstuk 10 staat ook dit schema ook weer, Ja, daar kun je dan kijken of er misschien meerdere dingen tegelijkertijd spelen. Ja, en het begint erbij. Als je wil behandelen, voordat je een behandeling gaat doen, voordat je het wil aanpakken, moet je eerst kijken wat zijn bij mij de factoren. En aan al die radertjes draaien waar het kan. En dan pas denken van, hoe ga ik dan vervolgens afvallen? Het begint bij de oorzaak ook aanpakken. Ja, precies. Ja, dus het kan nog best wel heel erg complex ook zijn als je dat bij jezelf nagaat. Ja. Jij zei heel even kort wat over crashdieeten. Dat kan juist, je kan daar toch heerlijk van afvallen? Op de korte termijn absoluut wel. Daar kan je heel snel van afvallen. Maakt ook niet uit welk dieet, maar als het maar heel laag in de calorieën is. Ja, vetarm, allebei, maakt niet uit. Atkinson, ik weet allemaal niet wat er allemaal voor diëten zijn. Als je heel laag in die calorieën gaat, val je eigenlijk altijd af. Maar dat is de korte termijn. Na verloop van tijd gaat het lichaam je tegenwerken. Je gaat zeg maar extra hongerhormonen aanmaken. Je verbranding gaat omlaag. En uiteindelijk weten we dat op de langere termijn kom je vanzelf weer aan. En meestal kom je meer aan dan je daarvoor woog. Dus hoe vaker je crashdiëten hebt gedaan, hoe verder je in gewicht omhoog gaat eigenlijk. Jeetje, dus er spelen echt heel veel verschillende factoren. Dan ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig hoe dat... Ja, zou datzelfde nou ook bij kinderen voorkomen, overgewicht en obesitas? Want dat zou natuurlijk wel een probleem zijn. Overgewicht is ook een toenemend probleem bij kinderen. In 2020 had bijna 15% van de Nederlandse kinderen tussen de 4 en 17 jaar overgewicht, laten cijfers van het CBS zien. Van deze kinderen en jongeren had bijna 3% ernstig overgewicht. De oorzaak van het teveel aan kilo's bij de jeugd? Die is complexer dan op het eerste oog lijkt. Natuurlijk spelen voeding en bewegen een rol. Maar ook blijkt dat van de kinderen en jongeren met obesitas, die de poli van het Centrum Gezond Gewicht in Rotterdam bezochten, het ernstige overgewicht bij 1 op de 5 te maken heeft met uiteenlopende medische oorzaken. Nou, dat zijn behoorlijke getallen, als ik heel eerlijk moet zijn. Ja. Zie jij ook wel dikke kinderen bij het spreekuur en hebben die dan te maken met dezelfde oorzaken als waar Liesbeth het net over had? Is dat hetzelfde bij kinderen? Ja, wat we op het spreekuur zien zijn met name kinderen met ernstig obesitas. En daar zien we eigenlijk al dezelfde oorzaken als die Liesbeth net heeft genoemd. Dus die komen langs. En ik kom zo even op die medische oorzaken die we daar met name vinden. Maar ik denk dat het belangrijk is om eerst te zeggen dat in overgrote meerderheid van de kinderen met overgewicht of obesitas de basis eigenlijk is een combinatie van factoren. En daarin speelt leefstijl een belangrijke rol. Daarin speelt de omgeving, onze obesogene omgeving, een rol. Wat is en daar speelt aanleg een rol. Die obesogene omgeving is eigenlijk een omgeving die je verleidt tot ongezond gedrag. Dus denk bijvoorbeeld aan de snoepautomaten op scholen, sportkantines. Wat is het aanbod dat daar is? Is dat snacks of is dat de gezonde fruit? Hoe gaan kinderen naar school? Is dat lopend, fietsend of is dat met de auto? Beeldscherm, enorme toename in beeldschermgedrag bij kinderen. Ja. Dat is in de supermarkten. Hè? Dus wat ligt er op ooghoogte op het niveau van kinderen? Ja, en ik praat een beetje door je heen. Je zei 3 dingen zijn er. Hè? Obesogene omgeving, leefstijl en je zei nog een derde. En een derde is aanleg. En die wil ik ook noemen, omdat het is waar dat die verandering in de maatschappij enorme toename leidt van overgewicht, maar die krijgt alleen maar vat op mensen met een bepaalde aanleg. En die aanleg die maakt dus die is heel erg belangrijk. Die blijkt tot 60% tot 80% bepalend te zijn voor je gewicht. Jeetje. Dus het is niet zo dat je kan zeggen, het zit in mijn genen, ik kan er verder niks aan doen. Nee, maar het is wel zo dat die aanleg bepaalt, ben jij degene die in deze omgeving te zwaar wordt of ben jij degene die dat niet wordt? Ja. Ja, dus dat heeft daar ook heel veel inderdaad mee te maken. Ja, dus dat is de basis van eigenlijk de oorzaak van overgewicht bij kinderen. Ja. Wat je net hoorde, hè, dat we bij 1 op de 5 kinderen bij ons op de spreekuren een medische oorzaak vinden. Dat komt omdat we in een hele specifieke groep kijken. Dat zijn kinderen, dat is een kleine groep van kinderen die speciaal verwezen wordt omdat het overgewicht heel ernstig is of omdat ze andere bijzonderheden hebben. Dus bijvoorbeeld heel jong ontstaan of dat ze heel raar eetgedrag hebben. Ja, want je hebt dat ook wel eens meegemaakt, toch? Dat er een moeder kwam die zei, ik heb een baby en die had altijd al honger. Ja, dus bijvoorbeeld zijn dat kinderen die als baby huilbaby zijn en die blijken dan eigenlijk vanaf de geboorte af aan enorm hard in gewicht toe te nemen, omdat ze eigenlijk altijd honger hebben. Wat gek, en dat kunnen kinderen zijn die dan een stoornis hebben in één gen of in een hormoonsysteem, waardoor zij dus eigenlijk hun thermostaat van de honger veranderd is en ze altijd honger hebben en dus heel snel te veel aankomen. Ja. Dus ja, wat is nou belangrijk om daarbij te zeggen? Als je bij je kind denkt van, hé, dit klopt niet meer. Dit is heel anders dan de rest van het gezin. Of komen andere dingen bij, een ontwikkelingsprobleem of een rare groei. Of dat je als ouders denkt van, ja, hier is meer aan de hand. Nou, dan is dat zeker iets voor een dokter om in ieder geval alert op te zijn of er niet ook nog een andere oorzaak bij komt. Ja. Want die kunnen behandelbaar zijn. Ja. En er zijn natuurlijk ook gezinnen waarin je ziet dat ouders ook wat te zwaar zijn en kinderen dus ook weer te zwaar zijn. En daar spelen al deze 3 factoren ook een rol. Ja, dus dat is heel moeilijk soms uit elkaar te trekken. Wat is nou leefstijl en wat is eigenlijk aanleg? Maar dat is bijvoorbeeld gedaan in tweelingenstudies. Hè? Dus waarin tweelingen soms apart opgroeien of juist samen opgroeien. En daaruit kan je zien dat dat beide een rol spelen. En wij zien dus ook gezinnen, bijvoorbeeld met een genetische obesitas noemen we dat dan, ja, die ook erfelijk is. Ja. Dus het is heel moeilijk om bij voorbaat te zeggen. We krijgen ook gezinnen bij ons waar inderdaad een van beide ouders bijvoorbeeld heel ernstig probleem heeft, soms maagoperatie heeft gehad en het kind ook van heel jonge leeftijd te zwaar is. Ja, dan moet je niet meteen zeggen, oh dat zal wel een verkeerde leefstijl thuis zijn. Dan moet toch even goed nadenken van, kan hier nog meer spelen? En het is ook niet zo dat je er dan niks aan kan doen, want daar zullen we later nog even op terugkomen natuurlijk. Ja. Hè? Van hoe kom je aan? Is natuurlijk heeft een aantal oorzaken, maar je kunt er ook in elk geval van afkomen, al zal het voor sommigen dus echt wel een moeilijke weg zijn. Ja, dus eigenlijk als je eigenlijk een aanleg hebt die niet mee zit, dan kan je niet zeggen van, nou, het is mijn aanleg, ik doe maar niks meer. Dus net als met een kind, zeg ik wel eens, die niet goed kan zien. Hè? Dan kan ook niet zeggen, nou, ik doe er niks aan, ik zie niet goed. Nee, dan heb je een bril nodig. Nou, ja. En bij dit, als je geen goede aanleg hebt, betekent eigenlijk dat je 10 keer zo hard moet werken als een ander, ja, om ook in een gezond gewicht te blijven. Wat een doorzettingsvermogen moet je dan hebben, hè? Dat is wat we heel veel zien, juist bij die mensen. Ja, ja, ja. Hey, vanavond was de persconferentie van onze minister-president en we hebben net gehoord dat vanaf dinsdag zitten de basisschoolkinderen thuis. Misschien roepen er een aantal hoera, maar er zullen toch ook wel kinderen het heel jammer vinden. Ik ben wel nieuwsgierig, wat heeft corona nou eigenlijk voor invloed op kinderen en hun gewicht? Ja, als kinderarts vind ik dat natuurlijk erg om te horen. En ja, waarom dan? Omdat ik zie, zeker het afgelopen jaar zijn er veel studies beschikbaar gekomen over de gevolgen van die coronamaatregelen op de leefstijl van kinderen. We hebben daar zelf ook onderzoek naar gedaan. En naar wat voor dingen wordt dan bijvoorbeeld gekeken? Hè? En hier zie je in beeld, wat is dan bijvoorbeeld gezond bewegen voor kinderen? Hè? Daar is een Nederlandse norm gezond bewegen voor gemaakt. En dan moet je je voorstellen dat de minimale richtlijn is minimaal 1 uur per dag matig intensief bewegen. Dus dat kan ook buitenspelen of fietsen zijn. En daarnaast 2 keer per week spierversterkende activiteit. Dus sporten die nu na 5 uur helaas... bijvoorbeeld sporten, maar het kan ook gewoon spelen in de speeltuin zijn voor kinderen. Ja. Ja. En waar die onderzoeken daarnaar kijken is met name naar dat 1 uur per dag matig intensief bewegen. En of kinderen dat halen, ja of nee. En wat laten die onderzoeken zien? Dat tijdens die coronamaatregelen, zowel internationale studies als in Nederland gevonden, dat het een enorme impact heeft met name op kinderen. Je moet je voorstellen, in Europa en diverse landen varieert dat van tussen de 3% van de kinderen die dat nog maar haalt, tot 30%. Ja, dus dat is heel erg weinig. En niet alleen op bewegen heeft het heel veel impact. Ze hebben meer zittende activiteiten, maar ook het heeft een negatieve correlatie met hun bijvoorbeeld depressieve klachten en eetgedrag. Dus eetbuien en eetstoornissen zien we toenemen. In Nederland, en kun je zeggen, hoe is dat dan in Nederland met die percentages? Hè? Hoeveel van de kinderen voldoet daaraan? Nou, dat heeft onder andere onderzoek uit Maastricht laten zien. Voor corona was dat ongeveer 60% van de kinderen. Dus dat kan je op 2 manieren bekijken. Dat valt misschien nog mee met de rest van Europa. Dus 60% van de kinderen voldoet aan die norm. Voldoet aan die norm. Ja. Maar tijdens die coronamaatregelen zie je dat dat daalt naar ongeveer 20%. Dus dat is wel een fors verschil. En onder onze eigen patiënten hebben wij diepgaande interviews gedaan en gekeken wat gebeurt er tijdens dit soort maatregelen als het sluiten van de scholen. En wat we zagen is dat kinderen, eigenlijk meer dan de helft van de kinderen, nog maar minder dan 2 uur per week bewogen. Dus dan heb je het, als je dat... Ik heb er even over moeten nadenken, wat betekent dit nou werkelijk? Dus dat dan heb je het misschien over minder dan over een kwartier per dag. Jeetje, oh, dus dan denk ik, ja, als je naar een vriendinnetje loopt of als je dan laat je dus eigenlijk de hond nog niet eens uit of zo. Hè? Dat is zo ernstig. Dat doen ze bij mij thuis ook niet zo graag inderdaad. Maar kun je dat verklaren? Want je zou eigenlijk denken, goh, je hebt wat minder schooluren misschien. Hè? Lessen worden wat gecomprimeerder. Je hebt meer tijd over. Ja, dat is dus niet het beeld wat je terugziet in dit. En daarom zeg ik als kinderarts, als ik ernaar kijk, ja, is school natuurlijk voor veel meer belangrijk dan alleen het stukje bewegen, alleen al naar school toe, maar ook voor het hele sociale contact wat kinderen daar hebben. Ja. Ja, oh, dat is inderdaad wel goed om je ook te realiseren, ook voor iedereen die nu kijkt en misschien ouder is, om je wellicht nog toch een extra boswandeling te proberen te maken. Of zo. Dus wat wij zeggen inderdaad is wat we vaak terug horen van ouders is van ja, die sporten vallen weg, wat jij net ook zei. En denk er dan bewust over na, hoe ga je dat dan vervangen? Ja. Dus laat het niet wegvallen, nee, je kan naar buiten en wat voor activiteiten kun je buiten? Ik denk eigenlijk dat de dagelijkse gewone beweging van boodschappen doen, naar buiten gaan, lopen naar iets toe, fietsen naar iets toe, eigenlijk nog belangrijker is dan dan die specifieke sporten, die bijvoorbeeld in de kerstvakantie ook alweer even wegvallen. Ja, ja, precies. Dus toch lekker op pad, hoor ik. Ja. Ondertussen zijn er mensen die hebben aan mijn oproep gehoor gegeven om in de chat allerlei vragen te stellen. Dus ik ga er een aantal uithalen. Super dat jullie dat doen trouwens. Blijf dat ook vooral doen. Ik heb hier heel veel verschillende vragen. Kun je de genetische aanleg via de huisarts vast laten leggen? Dat is op dit moment niet mogelijk. Nee. Er zijn wel hele interessante ontwikkelingen voor de toekomst. Wij krijgen kinderen daar speciaal voor verwezen die daar hoog verdacht op zijn. En dan kun je heel specifiek zoeken naar bepaalde genen. Ja. Waar we in de toekomst naartoe willen is dat je een soort risicoscore kan maken. Hè? En daar zijn ook veel nieuwe onderzoeken op uitgekomen. Dat je dus in de gewone bevolking heb je dus dat je honderden genen kunt bekijken. En staan die allemaal de verkeerde richting in, ja, dan zit je dus in de verhoogde risicocategorie. Ja. Het is nog niet zo ver dat je dat bij de huisarts kan laten nakijken. Ja. Misschien mag ik één aanvulling erop haken, want we hebben het natuurlijk nu over de kinderen. Het is ook zo, die kinderen worden ook volwassenen. En wat we zien is dat ook die zeldzame vorm waar we het net over hadden, dat we ook bij volwassenen die obesitas hebben, die in Nederland hulp zoeken voor obesitas, dat bij zo'n 4 tot 9% zien we ook zo'n monogenetische, dus een schrijffoutje in één gen. Dan hebben we het niet over de algemene aanleg, maar ook dat zeldzame, waar nu naar gevraagd van kan je dat laten vaststellen bij de huisarts? Nou nee, inderdaad, dat is te zeldzaam daarvoor. Wanneer je er bij jezelf aan kan denken, ook als volwassene, is dat als er meerdere alarmsymptomen zijn, dan moet je, dus werden net al een beetje genoemd van ook heel als je nu honger. Volwassen bent, heel veel honger hebben of nooit verzadigd zijn, nooit vol zitten, dat is 1. 2 is vanaf jonge kinderleeftijd af aan al obesitas hebben. Ook al ben je nu 50, dat je van kinds af aan het al hebt. En 3 is als je bijvoorbeeld de enige bent in je gezin. Dat is ook opvallend. Iedereen is slank in het gezin, dus er wordt waarschijnlijk ook gezond geleefd. En je bent de enige. Ja. Dat zijn 3 alarmsymptomen waarvan je denkt, moet misschien naar de huisarts om dat te overleggen, om voor een doorverwijzing. Maar nogmaals, het is wel zeldzaam, maar ze lopen rond en mensen worden daar toch wel soms mee gemist. Het is wel goed om even te realiseren. Misschien een wat minder zeldzame vraag is, hoe belangrijk is slaap als je wil afvallen? Ja, heel belangrijk. Ja, het heeft heel veel invloed ook op je hongerhormonen. Hè? Je hebt je honger- en verzadigingssysteem wordt echt heel erg hormonaal gereguleerd. Daar wil ik zo een plaatje nog van laten zien. Maar wat we zien is dat bijvoorbeeld als je slaapgebrek hebt, dat je dan meer honger krijgt. En dat ook je stresssysteem geactiveerd wordt. En dat is ook ongunstig voor je gewicht. En mag je nog wel uitslapen, wordt hier gevraagd? Dat moet je niet doen voor de fitheid of voor het gezonde. Nee, dat heeft eigenlijk geen toegevoegde waarde. Je kan beter een vast ritme aanhouden. Vaste aantal slaapuren, 7-8 uur. Vast tijd naar bed, vast tijd opstaan. Ook in het weekend. Ook al snap ik dat iedereen het heerlijk vindt om uit te slapen. Vind ik ook wel eens lekker. Maar het is niet voor je gezondheid beter of zo. Nee. Uitslapen helpt niet. Er is nog een paar medische vragen komen hier. Hebben bloeddrukverlagers als valsartan en metroprolol, ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, en xarelto invloed op gewicht? En dan is er ook nog een vraag over het dagelijks gebruik van een astmapuffer met corticosteroïden en antidepressiva. Nou, een hele mondvol. Ja, Erica, wil jij daar... Ja, ik denk dat Liesbeth daar zeker zo even op wil aanvullen. Wat we bij kinderen met name zien is dat het starten van bijvoorbeeld anti-epileptica tegen epilepsie, antidepressiva tegen depressie of psychoses, of middelen zoals corticosteroïden, met name als je ze slikt, dat zijn eigenlijk de grote boosdoeners waarbij je enorme gewichtstoename ziet. Bij kinderen ook? Ja, bij kinderen ook. Die puffers, dat is wel uitzondering als dat effect heeft op je gewicht. En daar wil Liesbeth denk ik even op aanvullen. Nou ja, bij volwassenen, ik hoorde valsartan, een middel tegen de bloeddruk wat niet een gewichtsverhoging geeft. Ik hoorde ook metoprolol. dat is er wel eentje die een beetje gewichtsverhoging kan geven of het gevoel kan remmen. Ja, inhalatiepuffers bij volwassenen, dat is echt lopend onderzoek. Er zijn wel vermoedens van dat we zien wel dat er een sterke relatie is met gewicht en met buikvet. Wat kip en ei is, hè, of dat veroorzaakt wordt, die inhalatiesteroïden, ja, dat weten we nog niet. We zijn dat wel aan het onderzoeken. Maar op dit moment is niet het advies van stop allemaal met je puffers. Als er een harde indicatie voor is, blijf dat gewoon gebruiken. En ja, er zijn situaties waarbij het soms niet geïndiceerd blijkt. En waardoor, en dat is soms bij mensen met obesitas, wordt vaker ten onrechte diagnose astma gesteld. Dus als je nooit longfunctieonderzoek hebt gehad, bent nooit gecontroleerd, overleg het dus met je eigen huisarts. Nooit op eigen houtje medicatie stoppen. Altijd in overleg met de voorschrijver. En ja, en of binnenkort we meer weten vanuit de onderzoek of het echt oorzaak en gevolg is, daar zullen we meer over laten weten zodra we het weten. Ja, dankjewel. Ja, we hebben nu het een en ander gehoord over slaap, over genen, over aanleg, over medicatie zelfs. Maar ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat de maatschappij ons niet echt uitnodigt tot gezond eten. Het bad is vol en de kraan staat wijd open. Iedere dag komen er mensen met obesitas bij. Als we nu niets doen, heeft over 20 jaar 2/3 van de volwassen Nederlanders overgewicht. Door de coronacrisis hebben we gezien waarom obesitas een gevaar vormt voor onze samenleving. Want naast ouderen belanden ook jonge mensen in het ziekenhuis. Jonge mensen met obesitas. Ze blijken extra kwetsbaar voor het coronavirus. Nog een reden om te zorgen dat kinderen en volwassenen een gezond gewicht behouden of weer krijgen. Dat valt niet mee. De supermarkt ligt vol met lekkernijen op ooghoogte voor het grijpen. Op het treinstation passeer je diverse plekken waar ongezond eten te koop is. Scholen besteden weinig aandacht aan wat een gezonde leefstijl is. Bij kantoren is de trap vaak verstopt en staat de lift altijd klaar. En van de invloed van hormonen, medicatie en slaap zijn maar weinig mensen zich bewust. De aanpak van obesitas betekent dus investeren op al deze gebieden. Liesbeth, waarom moeten we nu ingrijpen rond obesitas? Ja, we zien nu eigenlijk in coronatijden ook weer hoe erg eigenlijk obesitas, wat dat doet voor mensen. Hè. We zien op de intensive care 80% van de mensen had overgewicht. Hele sterke risicofactor weer om bijvoorbeeld ernstig ziek te worden van een corona-infectie. En zo geldt dat voor zoveel ziekten. We weten inmiddels dat ja, als we niks doen, in 2040 heeft 2/3 van de mensen overgewicht. Ja, ongelooflijk dus, ja, veel, hè? Het moet ja, echt nu. En wat we heel vaak in praktijk zien is dat we natuurlijk, zeker als iemand bij de huisarts komt, nou dan is er een hoge bloeddruk. Dan krijgt diegene een hoge bloeddruktabletje en knieklachten, pijnstiller. Maar eigenlijk zou je dan gewoon het overgewicht moeten bespreken met elkaar. Daar wat aan doen, gewoon pak de oorzaak aan. Dan kan je veel effectiever zijn en problemen in de toekomst voorkomen. Ja, ja, over die toekomst, hè? Want Erica, moet je dan eigenlijk al bij kinderen beginnen? Eigenlijk is het zo, hoe jonger je begint, hoe beter het is. Eigenlijk wil je het voorkomen. Ja. En dus voorkomen is beter dan genezen. En als je overgewicht hebt en je wil ingrijpen, dan is het ook hoe jonger je begint, hoe makkelijker het tij nog te keren is. Dus hoe effectiever je interventie zal, je behandeling is. Want kun je ook te laat, als je ooit als kind naar obese bent geweest, betekent dat per definitie dat je dat ook als volwassene? Nou, dat is dus, daar zijn grote studies op geweest en die kinderen voor hele lange tijd hebben gevolgd. En daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid, ongeveer 80%, die als kind te zwaar wordt, die wordt dat als volwassene ook. En sterker nog, dat wordt erger. Dus niet allemaal. Dus het kan zeker gekeerd worden. Ja. Maar de grote meerderheid. Dus je moet niet denken, oh, iemand groeit er wel uit. Nee, het is wel zaak om daar meteen iets aan te doen. Ja, ja. Ja. Stel nou dat je een suikertax invoert. Of je zegt, na 8 uur mag je geen chips meer kopen. Of chocolade zou in mijn geval heel verstandig zijn. Is dat een goede remedie? Nou ja, ik denk suikertax. Ja, ik zou het wel echt voorstander zijn om het in te voeren. Het is laaghangend fruit in die zin. En want het is in andere landen al aangetoond dat mensen er minder suiker van gaan eten. Lockdown na 8 uur minder chips kopen. Ik denk dat dat te ineffectief is. Maar ik zou wel zeggen van bijvoorbeeld marketing niet op producten die buiten de schijf van 5 zijn. Of nou, heel veel preventieve maatregelen waarvan ik echt denk dat de politiek veel meer het aan banden moet leggen. Om eigenlijk voor de volksgezondheidsbescherming Tegelijkertijd is het zo, gaat dat het probleem van obesitas oplossen? Nee, want wat is de situatie nu? We hebben eigenlijk een kraan die wijd open staat. Hè. Elke dag komen er mensen bij met die overgewicht gaan ontwikkelen. En dat heeft te maken met wat je al zo mooi beschreef, Erica, de obesogene omgeving. We worden continu uitgelokt om ongezond te eten en te leven. Hè, we nemen de lift, we pakken chocola op het Centraal Station. Hè, zo gaat dat door. En stel nou, die kraan gaat dicht. Hè. We hebben allemaal maatregelen. Ja. Iedereen eet gezond. Iedereen neemt de trap. Kan het niet eens meer kopen in de supermarkt. Precies. Alleen maar schappen met broccoli. Jullie zijn werkloos. Ja. 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 Nou nee, en het punt is namelijk, als je die kraan dichtzet, het bad is al vol. Er zijn al mensen, de helft van de volwassenen heeft overgewicht. 14% heeft zelfs obesitas. Een punt is dat zeker als je obesitas hebt, dan zijn er zoveel hormonale verstoringen al in het lichaam. Je valt niet vanzelf af. Daar heb je behandeling voor nodig. Daar komen we straks nog op hoe dan. Maar het punt is dat het is vaak een misvatting. Oh, als je die kraan dichtzet en je doet aan preventie, hè? Je doet de supermarkt wordt gezonder. Iemand met een bodymass van 40 valt niet vanzelf af doordat de supermarkt gezonder is. Ja. Het is voor iedereen goed. We moeten het willen, want het is ook voor ons allemaal goed, ongeacht je gewicht. Ja. Maar afvallen is echt een stapje meer wat er moet gebeuren. Als iemand dat al kan. Ja, want het geeft natuurlijk een heleboel lichamelijke klachten. En daar had Floor ook mee te maken. Maar naast die lichamelijke klachten, daar ondervond ze toch ook wel psychische hinder van haar overgewicht. Hey, we hadden het net een beetje over je fysieke klachten eigenlijk, hè? Maar wat is nou ook zo dat mensen anders naar je kijken? Ja, ik heb heel vaak het gevoel gehad, met name als ik op het terras kwam of in een pretpark of een strand, dat ik echt werd bekeken. En daardoor ging ik soms ook wel echt plekken vermijden. Omdat ik wist van tevoren, nou, als ik op het terras op kom dan, en ik moet een stoeltje zoeken en ik kan niet in alle stoeltjes. Ja, dat is echt een naar gevoel. Ja, want je paste ook soms letterlijk niet in een stoel. Nee, dat klopt. Ik kan me echt wel herinneren dat ik gewoon meerdere malen per week of per jaar had dat het gewoon niet prettig voelde, dat ik zo zwaar was. En op je werk hoorde je dan wel eens vervelende opmerkingen? Ja, nou ja, met name dan ben je wel hier aan het eten als ik iets tot me nam. En ik moet wel eens eerlijk zeggen dat ik vaak al zelf een grap maakte voordat een ander een grap kon maken. Dus ik was de mensen wel vaak voor, omdat ik wist van ja, ik zie er nou eenmaal anders uit dan gemiddeld. Hey, en wat voor opmerkingen maakte je dan zelf? Nou, dan had ik een collega en die zei, ja, ik weeg 65 kilo. En dan zei ik, ja, dat is mijn geboortegewicht geweest. En dan was ik de grap gewoon voordat iemand anders hem kon maken. Dus eigenlijk bouwde je een beetje een harnas om jezelf heen. Ja, dat klopt. Ja. Nou. Jij vertelde net dat je eigenlijk best wel ongelukkig voelde. Maar wanneer ben je nou eigenlijk hulp gaan zoeken? Ja, dat is al wel een aantal jaren geleden. Op een gegeven moment ben ik naar de huisarts gegaan. En ik kende een aantal mensen in mijn omgeving die hadden maagverkleining ondergaan. En daar was ik eerst fel op tegen. Uiteindelijk heeft het nog 3 jaar geduurd voordat ik die stap durfde te zetten. 3 jaar? Zo lang duurde het voordat je echt iets ondernam? Ja, omdat ik ervan overtuigd was in eerste instantie van je gaat niet snijden in een gezond lijf. Ik kan het wel zelf, ik kan het alleen, ik heb het niet nodig. Maar uiteindelijk kon ik het niet meer alleen. En toen ben ik dus hulp gaan zoeken. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat ik veel ben afgevallen. Maar ook veel gezonder ben gaan leven. Dus het is voor mij een reset geweest. Om uiteindelijk andere keuzes te maken. Wat heb je allemaal geprobeerd? Ja, wat niet? Ik heb zo ontzettend veel diëten geprobeerd. Van Sonja Bakker tot crashdieëten. Maar alles van korte duur. Dus het had nooit een duurzaam effect. Nee, je kwam altijd weer aan. Ja, ik viel goed af, maar ik kwam nog veel meer aan. Ja. Oh, wat apart. Ja. En heel lastig. Ja. Zeg, ik krijg het een beetje koud en volgens mij wilde jij nog shoppen. Dus zullen we gaan? Erica, herken je dit probleem, dat stigma? Nou, of we dat herkennen. Ik denk eigenlijk dat obesitas in mijn spreekkamer hetgeen is waar ik misschien wel de meeste tranen zie. Oh ja, echt waar? Ja. Wat is stigma eigenlijk, hè? Kan je dan afvragen. Dat betekent dat mensen zich, bijvoorbeeld de kinderen gepest worden. Dat je anders behandeld wordt vanwege je gewicht of dat je uitgescholden wordt. Het afgelopen jaar zijn daar nieuwe getallen van gekomen, studies. Zowel ook in Nederland. En die waren best wel schokkend. Ja, als je onder mensen met obesitas vraagt, hoe vaak heb je nou eigenlijk te maken met stigmatiserende stigma om je heen? Hè? Hoe vaak word je vervelend benaderd? Dan blijkt dat ongeveer 80% dat ervaart. En als je dan kijkt naar wie doet dat dan eigenlijk, hè? Ja. Wie stigmatiseert dan? Dan geven ze in de meerderheid aan vooral familieleden, klasgenoten, zorgverleners. Dus dat trek ik mezelf natuurlijk ook heel erg aan. En vrienden. Ja, maar bovenaan staat dus familie. In deze onderzoeken staat familie heel erg hoog. Dat verschilt ongeveer tussen 80% geeft aan familieleden. Ongeveer 65% ook onder vrienden. Ja. En dat varieert natuurlijk. Maar het varieert eigenlijk niet zozeer qua in welk land je woont. Dat is van Canada tot Nederland tot Australië. Dat zijn die percentages ongeveer hetzelfde. En wat we zien is dat het voor hoge percentages zijn onder kinderen en jongvolwassenen. Dus pubers. Daar wordt het veel ervaren. Dus eigenlijk voelen kinderen en pubers zich meer gestigmatiseerd nog dan volwassenen. Als je aan een grote groep volwassenen vraagt van wanneer heb je dat ervaren, dan is het eigenlijk de grote meerderheid geeft aan in hun kindertijd vooral. Daar veel last van te hebben. Ja, dat is natuurlijk heel erg sneu. Ja. Ja, nou wat is het probleem? Ik denk ten eerste dat het niet terecht is. Hè? Dus we moeten er echt anders naar gaan kijken met elkaar. En ten tweede, het belemmert ons in de behandeling. Omdat mensen daardoor bijvoorbeeld niet vertellen in de spreekkamer dat ze eetbuien hebben, omdat ze zich schamen. Ja, 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 dat is natuurlijk echt wel heel erg naar. En ook helpt dus ook niet bij de behandeling. Nee. Over behandeling gesproken. Floor vertelt dat zij een maagverkleining heeft gedaan. Maar dat hoeft toch niet per se altijd? Wat kun je doen? Nee, ja, een maagoperatie is wel een hele effectieve obesitasbehandeling. Maar dat hoeft zeker niet altijd, inderdaad. Wat kun je nog meer doen dan? Ja, wat wel goed is om even te kijken van, mensen denken van, ja, ik moet afvallen, ik ga op dieet. Dat is niet een effectieve obesitasbehandeling. Hè. Dat is wat mensen zelf vaak denken, maar het staat niet in de richtlijn wat je zou moeten doen. Nee, want jij zei al eerder, je komt toch vaak weer aan. Maakt niet uit welk dieet je volgt. Nou ja, wel als je gezond gaat eten. Hè, dat is dan niet een dieet volgen, want dieet is een kuurtje. Een kuurtje werkt nooit. Okay. Maar wel gezond eten, hè, gewoon de schijf van 5 volgen. Heb je een hele simpele app van het voedingscentrum, Kies ik Gezond. Hè. Daar kan je de gezonde producten zo even op scannen. Maar wat het punt is dat het zomaar die keuzes maken, die gaan vaak heel erg onbewust. En we worden zo gestuurd door de omgeving. Wat werkt is voor obesitas is eigenlijk de eerste stap in de richtlijn. We noemen dat een gecombineerde leefstijlinterventie. Dat wordt ook wel afgekort als GLI. Dat betekent eigenlijk een 2-jarig programma waarbij eerst een aantal maanden behandeling intensief en dan bouwt dat zich af. De tweede jaar is gewoon een onderhoudsfase waarbij je in een groep met elkaar onder begeleiding van een leefstijlcoach gaat werken aan niet alleen gezond eten, van wat is dat dan, maar ook meer bewegen, maar ook je pakt stress aan en slaap en je hebt, het gaat over zingeving en vooral de hoe. Want al die voedselkeuzes die we onbewust maken, die moet je ook leren sturen. Ja, nou, dat Floor een beetje zei van ja, ik weet dat ik gestrest raak van bepaalde dingen en dan moet ik extra opletten. Dat leer je ook bij de GLI. Ja, want dan moet je wat aan die stress doen en niet zozeer van ja, dat die worteltjes gezonder zijn dan dat stuk chocolade. Ja, dat wisten de meesten al. Maar het gaat vaak, waarom nemen we toch die chocola en laten we die worteltjes liggen? Dat gaat met die leefstijlcoaching. Dus dat is stap 1. Voor obesitas en diabetescombinatie is er net eentje die ook vergoed wordt via het basispakket. Die komt in medio 2022 in het basispakket. Ik heb de website even op de dia gezet, keerdiabetesom.nl. Dus dat is als je diabetes erbij hebt ook een hele goede. Die andere, de GLI, die zit dus ook in het basispakket. Pas sinds 2019, dus vrij nieuw. Dus dan ga je naar je huisarts en je zegt ik wil dat graag? Die kan dat gewoon doorverwijzen. En nog niet alle huisartsen kennen het. Dus dat is ook wel goed. Dus dat mensen er zelf vanaf weten. Dan moet je een beetje voorlichten. Je moet jezelf eigenlijk... Ja, we zijn de richtlijn aan het herzien nu. En daar komt natuurlijk veel meer communicatie binnenkort allemaal over. Maar dan heb je soms dat mensen onvoldoende effect hebben van zo'n leefstijlinterventie. Sommigen reageren heel goed en sommigen niet. Nou, ja. Hoe komt dat nou? Want daarvoor heb je namelijk soms medicijnen nodig of een maagoperatie. Maar dat is altijd aanvullend op zo'n leefstijlinterventie. Het is nooit een stap 1. Maar jij zegt dus eigenlijk pillen tegen obesitas? Ja, dat zeg ik. Ja. Ja, ik zal even uitleggen ook waarom dat zo is. Want daar moeten we even een stapje dieper van in ons lichaam. We gaan eten op het moment, we zien iets te eten, we gaan hongerhormonen aanmaken. En op een gegeven moment stop je met eten. En dat punt komt op het moment niet omdat je maag per se vol zit. Wel, dat doet een stukje, maar ook vooral omdat je allerlei darmhormonen aanmaakt en vethormonen. Die geven een signaal af aan je brein, nu zit ik vol. Dan pas stop je eigenlijk met eten. Nou, heb je obesitas, dan is dat mechanisme heel vaak verstoord. Overigens kunnen we heel goed hier doorheen eten, we allemaal. Hè. Binnenkort weer een kerstdiner. Ja, ik wou net zeggen, ik heb wel eens een heerlijk toetje toch nog gegeten. Nou, dat is het precies. Juist bij een toetje, bij zo'n kerstdiner, dan past die broccoli, die past niet meer. Nee. Maar zo'n toetje past dan wel, want dat gaat via... Hoe kan dat? Nou, dat gaat via je beloningssysteem in je hersenen. Dat is ook een ander stukje van je regelcentrum in je hersenen. En dat gaat via een ander beloningsmechanisme. Je krijgt gewoon een heel lekker comfortabel gevoel ervan. Die overroelt eigenlijk dat verzadigingssysteem of zo. En het is belangrijk te snappen dat zo je verzadiging geregeld wordt. Waarom? Omdat dit vaak verstoord is op het moment dat je obesitas hebt. Dan voel je veel later je verzadiging en ook die prikkeling van dat comfortabele beloningssysteem. Dat werkt vaak anders. Nou, die medicijnen die grijpen onder andere hierop in. Dus dan hebben we bijvoorbeeld het over liraglutide en volgend jaar komt semaglutide op de markt. Ik noem ze even, omdat ze, dat zijn middelen die eigenlijk zusjes zijn van die darmhormonen die een verzadiging geven. Nog veel meer werkingen, maar dit is een hoofdwerking. Die ondersteunen dus dat je veel makkelijker een gezonde voedselkeus kan maken. En dat je niet eigenlijk s'avonds na het eten nog 3 stukken slagroomtaart neemt waar je eigenlijk misschien zin in hebt. Ja. Maar dat je zegt, oké, ik heb gewoon gezond avondgeten, ik stop ermee. Of misschien een kopje koffie nog, maar klaar. Nou, het andere is dat beloningssysteem, dat kan je dus ook chemisch nog ondersteunen. Dan is het altijd in aanvulling op leefstijl. En daar heb je dus tabletten voor. En die liraglutide, dat zijn bijvoorbeeld spuitjes. Die wordt niet vergoed. Dat kost iets van €150 in de maand. Maar je hebt het een dan op een rij gezet ook. Ja, dus dat kun je teruglezen hier. En dat andere via dat beloningssysteem, dat zijn tabletten. Dat kost zo'n €100 in de maand. Ik wou net vragen. Dat is best wel duur. €100 in de maand. Dus dat is echt nogal wat. Dus ga je kiezen voor een commercieel dieet wat vaak niet werkt, kies dan liever voor iets wat wel werkt. We zijn ondertussen wel bezig met ook het Zorginstituut en de zorgverzekeraars aan het kijken, kan het op een gegeven moment vergoed worden? En mogelijk dat volgend jaar een deel van die medicijnen ook in het basispakket gaat komen. Maar altijd in aanvulling op een leefstijlinterventie. Ja, en een maagoperatie, dat wordt al vergoed. En dat is echt als je heel ernstig obesitas hebt en die andere dingen die werken niet. Dan zou je daarvoor kunnen kiezen. En kan ook heel aanvullend zijn. En we hoorden net van Floor, ook dan moet je blijvend werken, aan een gezonde leefstijl. Ja. Echt een ander leven bijna gaan leiden. Erica, dat klinkt heel hoopvol voor volwassenen. Kun je dezelfde dingen toepassen bij kinderen? Bij kinderen geldt dat we eigenlijk tot voor kort eigenlijk geen medicatie of maagoperatie tot de beschikking hadden onder de 18 jaar. De basis is en blijft ook bij kinderen de gecombineerde leefstijlinterventie. Maar er gaat wel een stukje aan vooraf. Namelijk voordat je dat ingaat. Die leefstijlinterventie is voeding, beweging, gedrag. En dat ondersteunt. Maar je moet eigenlijk daarvoor nog je iets anders afvragen. Namelijk, wat speelt hier precies? Wat is hier aan de hand? Wat hebben deze mensen nodig? Wat heeft dit gezin nodig? Dus bijvoorbeeld een kind met autisme, dat kan je niet in een groepsbehandeling zetten. Dus je moet dat wel op maat maken en kijken wat iemand nodig heeft. Dat is één deel van het verhaal. En dat gebeurt dus ook. Dat is de belangrijkste behandeling bij kinderen. Het komende jaar gaan daar gelukkig wel ook meer mogelijkheden, verwacht ik daarvoor. Namelijk op het gebied van medicatie zijn er afgelopen jaar 2 middelen door de Europese Medical Agency goedgekeurd. Eén is ook de liraglutide die Liesbeth net noemde. Dus die is ook voor kinderen vanaf 12 jaar en ouder. Ja. Dus die gaat ook beschikbaar komen. En het tweede is het middel setmelanotide. Dat is een middel voor kinderen van 6 jaar en ouder, maar die is alleen voor de hele specifieke groep met genetische obesitas. Maar voor die groep wel een hele fijne en hoopvolle medicijn, wat we in het komende jaar kunnen gaan inzetten. Heeft dat nog risico's ook, die medicatie bij kinderen? Elk medicijn wat je geeft kan natuurlijk ook bijwerking hebben. En dat is altijd de afweging die je moet maken. Ja, wat is erger eigenlijk. Hè? Dus, ja. En omdat jij natuurlijk ook al eerder zei, het is heel belangrijk om nu in te grijpen bij kinderen. Niet te wachten, omdat die kans zo groot is dat ze dan ook als volwassenen kampen met overgewicht. Zou je daar dan misschien toch voor kunnen kiezen? Ja, die maagverkleining van Floor hebben we het al heel eventjes over gehad. Zij is natuurlijk flink afgevallen in 5 jaar tijd. En ik was heel nieuwsgierig hoe het haar nou lukt om niet weer aan te komen. Nou, dat was niet de plek waar je voorheen graag kwam, denk ik. Nee, hier kwam ik echt nooit. Dit was dan eigenlijk meer wat je aan zou doen? Ja. En nu ga je voor wat strakkere dingen zoals dit, zou je wel durven nu? Ja. Floor, jij hebt die maagverkleining gedaan, hè? Is het nou makkie voor jou om slank te blijven? Nou, niet bepaald. Ik moet best wel wat moeite doen. Het eerste jaar na maagverkleining val je ontzettend veel af door de maagverkleining. Dus dan moet je voorstellen, 80% komt door de maagverkleining en 20% mag je zelf doen. Na dat jaar is het 80% zelf en nog 20% door de maagverkleining. En dat houdt dus in dat ik heel veel moet bewegen. Ik moet echt op mijn eten letten. Ik moet zorgen dat ik voldoende slaap. Dat ik niet te veel stress heb. Dus eigenlijk moet je een heel ander leven gaan leiden. Ja, dat klopt. Want je zegt, ik beweeg heel veel. Wat doe je dan nu, wat je eerder niet deed? Nou, sowieso wandel ik elke dag ongeveer 1,5 uur. Met je hond? Met mijn hond, ja. Dus dat is heel fijn. En ik sport 2 à 3 keer per week echt intensief met een sportinstructeur. Dus daarbij echt krachttraining en conditioneel. Ik merk als ik me druk maak... of ik pieker heel veel, ik heb heel veel gedachtes, dan heb ik meer stress en daardoor kan ik bijvoorbeeld meer chocolade gaan eten. Ja. En dan slaap ik minder. En doordat ik minder slaap heb ik 's ochtends meer zin in zoetigheid om dat tot me te nemen. Maar ja, soms kan je er niks aan doen, toch? Dan heb je gewoon die stress van je werk of je slaapt een keer slecht. Ja. En het is niet erg als je er een keer hebt, maar als je maar 1 ding aanpakt, dan kan dat heel veel positief effect hebben. Dus als je je slaap aanpakt, kan dat een positief effect hebben op bijvoorbeeld je beweeg- en eetgedrag. Je zegt dat je nou meer beweegt dan voorheen. En wat doe je dan precies? Ik sport sowieso 2-3 keer in de week 's ochtends. Dus echt gewoon voordat ik alles voor mijn werk doe. Daar heb ik echt met mezelf afgesproken. Want dat vind ik belangrijk en daar ga ik goed op. In plaats van dat ik inderdaad na een lange werkdag nog van alles moet doen. Want dan doe je het vaak niet. En dan ga je op de bank ploffen met een zak chips. En dus je moet voor jezelf wel afspraken maken en je daaraan houden. We zijn hier nu in een kledingwinkel. Hoe is het voor jou om nou in heel andere maat uit het rek te trekken? Ik voel me veel comfortabeler bij alles wat er hangt. En ik wil niet zeggen dat alles mij leuk staat, maar veel meer dan voorheen. En ik voel me gewoon vrijer. En op het moment dat je je vrijer voelt, ben je ook zelfverzekerder. En dat is wel wat ik iedereen gun. Ja, als je nou aan de slag wil met je gewicht, waar kan je dan informatie halen? Een site die wat praktisch is, waar veel dingen in staan die we langs hebben gelopen nu net. Dat is partnerschapovergewicht.nl onder het kopje aanpak overgewicht. Dat is eigenlijk iets waar je samen met je zorgverlener naar zou kunnen kijken. Dan zie je ook weer de categorieën langskomen. En per categorie, wat zijn dan de oplossingen voor type obesitas of voor het type probleem wat je hebt. Stel, het is nu coronatijd en je wil nu meteen aan de slag met wat gezonde leefstijltips. Stel, je hebt maar een paar pondjes te veel. Mm-hmm. Dat is nog voordat je echt een behandeling hoeft. Daar kan je zelf wel heel veel doen. En er staan hele praktische tips op fitopjouwmanier.nl. Ja. Eén been tanden poetsen, geloof ik. Bijvoorbeeld. Ja. Of neem eens wat vaker iets met linzen. Of stap een halte eerder uit bij de metro. Hele praktische tips waar je misschien niet zo snel aan zou denken. Die je vanavond al kan toepassen om gezonder te worden. Ja. Mm-hmm. En daar had je ook nog... Ja, ik denk als mensen denken, waar kan ik nou terecht? Hè? Mm-hmm. Er is in ieder geval een Stichting Overgewicht. Dat is echt een patiëntenvereniging. Dus daar kunnen mensen informatie krijgen en lid van worden. En de andere is een website voor zorgverleners. Hè? Dus dat is kindnaargezondergewicht.nl. En die is bedoeld voor de zorgverleners die het kind met overgewicht gaan helpen. Ja. Dus mensen die nu kijken en zeggen, ik wil met mijn kind iets doen. Waar moet ik nou naartoe? Nou, dan is eigenlijk voor kinderen zo geregeld in Nederland dat je dat via het Centrum voor Jeugd en Gezin doet. Hè? Dus bijvoorbeeld de jeugdverpleegkundige kan je daarbij helpen. Of je kan het vragen in je huisartsenpraktijk. Dat wil niet zeggen dat de huisarts die behandeling zelf gaat doen. Maar dat wil wel zeggen, zij weten wel waar je in jouw regio het beste naartoe kan met deze vraag. Ja, dus dat zijn de websites waar mensen meer informatie kunnen vinden. Of zelfs hun zorgverlener tippen. Juist. En moet je nagaan. Ja. Ondertussen hebben jullie weer helemaal lens getikt. Er zijn allemaal vragen weer binnengekomen. Ik ga er een aantal stellen. Er zijn echt eigenlijk heel erg veel vragen binnengekomen. Jullie zijn ontzettend betrokken. Geweldig. Ik moet nachtdiensten draaien. Hoe kan ik nou voorkomen dat ik kilo's aankom, Erica? Ja, nachtdienst is met name iets wat bij volwassenen gebeurt. Maar we weten wel... ik denk eigenlijk dat het vervelende antwoord is dat je ritme omdraaien leidt tot verstoringen, hormoonverstoringen in je lichaam, die het moeilijker maken. Dus bij kinderen zien we bijvoorbeeld dat kinderen die minder dan 10 uur slapen, dat gecorreleerd is met een toename in BMI. Ah, dus weg met die iPad, telefoon. Dus je moet eigenlijk nadenken over hoe ga je daarmee om. We hoorden Floor net even zeggen van eigenlijk heeft ze haar hele leven anders ingericht. Dus dat is ook weer een afweging van ja, hoe richt ik mijn leven in? Ja, en wat even nog een toevoeging, wat we dan heel vaak adviseren is, weet dat je kwetsbaarder bent omdat de snackkeuze te maken. Ja, want er is hier ook de vraag, hoe verlaag je je lekkere trek-snackgevoel? Ja, nou ben je ervan bewust dat dat zo is? En dus neem gewoon je volkoren boterhammen en je komkommer mee naar je nachtdienst. En niet die zak chips, wat we heel vaak wel zien. Want je krijgt extra trek erin. Maar het is al erger om 's nachts te eten. Als je dan eet, eet het gezonder. Dat helpt wel. Want niet iedereen, want 10% van de beroepsbevolking werkt in nachtdienst. Niet iedereen kan ermee stoppen natuurlijk. Nee, precies. Dat is natuurlijk wel heel makkelijk gezegd. Gooi je leven om. Maar hoe kun je buikvet verminderen, Erica? Ja, mensen denken wel eens van, als ik nou heel veel buikspieroefeningen doe, dan gaat het vanzelf wel weg. Maar zo is het dus niet. Dus eigenlijk is de enige manier is gewicht verminderen. Dan gaat het meteen ook weg bij je buik? Dan gaat het buikvet ook duidelijk minder. En wat denk ik heel erg belangrijk is, kijk, het buikvet, Liesbeth heeft uitgelegd dat dat eigenlijk het gemene vet is. Hè? Dat is het vet wat ontstoken raakt en wat negatieve effecten in je lichaam heeft. Dus wil je, kijk, ik zou eigenlijk willen zeggen, het gaat eigenlijk nog niet eens om dat getal op de weegschaal. Het gaat erom dat je gezonder en fitter wordt. Dus probeer af te gaan van die centimeters of van die kilo's op die weegschaal. Maar ga kijken van hoe kan ik fitter worden. En met name bewegen is natuurlijk een manier om je spieren ook gezonder te maken. En die helpen ook weer om je verbranding op te schakelen. Hè. Meer spierweefsel is meer verbranding in je lichaam. En dat helpt allemaal mee om ook dat buikvet weer minder te krijgen of gezonder te krijgen. Ja, nou is dat hier een vraag. Calorieën tellen, koolhydraatarm eten, intermittent fasting. Waar doe je nou goed in? Ik denk dat je daar al een beetje, dat ik jouw antwoord al inschatte, Liesbeth. Gewoon gezond eten. En dat betekent zoveel mogelijk onbewerkte producten. Low carb of low fat, dat maakt eigenlijk niet uit. We weten wel per individu dat de een low fat beter werkt dan bij de ander low carb, zeg maar. He, dat zitten individuele verschillen tussen. Dus experimenteer kan je met jezelf als de basis maar die gezonde producten zijn. En dat zijn gewoon eigenlijk toch weer de schijf van 5 producten die zoveel mogelijk onbewerkte producten. Dat maar is dan de basis. Heb ik toch een aanvullende vraag voor jou van iemand die zegt, ja, 's ochtends heb ik goede voornemens, 's avonds na het werk heb ik ook goede voornemens, maar dan lukt het niet meer, want dan mag ik iets eten, want ik verdien het. Hoe zorg ik dat ik van dat stemmetje afkom? Nou, dat zijn waar die leefstijlcoaching, die GLI, die gecombineerde leefstijlinterventie, die gaat daarop in. Want als je bijvoorbeeld gewend bent, dat zijn gewoontes, altijd na het eten nog een kopje koffie met even een lekker koekje erbij en dat wordt een rolkoekjes. Ja. Nou, als je die gewoonte leert te doorbreken in zo'n coachingstraject, bijvoorbeeld in plaats van dat, dan ga je altijd even een ommetje maken en je doorbreekt de gewoonte, want de gewoonte heb je heel snel aangeleerd, maar afleren dat duurt langer. Ja. En je kan het afleren, maar dat hoort precies tot die automatische keuzes, automatisch gedrag. En daarom is zo'n coachingstraject belangrijk. En dat zit precies in wat in het basispakket zit. Ja, en die GLI, ja. Nou, er staat hier ook iemand, vanaf welk overgewicht mag je eigenlijk, wordt via die basisverzekering die GLI vergoed? Ja. Wanneer mag je deelnemen? Nou, dat is niet iedereen met overgewicht, maar wel met een body mass index vanaf 25, dan noemen we het overgewicht, met een bijkomende aandoening, zoals een hoge bloeddruk of suikerziekte, dan kom je er al voor in aanmerking. Oh, dus dat moet wel twee dingen. Dus je moet en dat gewicht, dat BMI boven de 25. Ja, dat geldt voor overgewicht met bijkomende aandoening. Ja. Of een BMI vanaf 30 en hoger. En dan hoef je niet per se iets bijkomends te hebben. Dus dat zijn de categorieën. Ja, en voor medicijnen is het zo dat je een body mass index van 27 of hoger moet hebben met een bijkomende aandoening. Of 30 en hoger. Maar dan moet je ook altijd dus eerst zo'n GLI hebben gedaan eigenlijk. Ja, en bij wie kan je dan terecht als je medicatie zou willen? Het begint altijd bij de huisarts die voor zo'n leefstijlinterventie doorverwijst. Als het onvoldoende effect heeft, dan kan je naar een internist verwezen worden. Die staan op die website partnerschapovergewicht.nl. Helemaal onderaan die categorieënpagina staan er obesitas-internisten. En er zijn ook kinderartsen die in obesitas gespecialiseerd zijn. Maar met name is dit natuurlijk bij de volwassenen dat die medicatie nu steeds meer wordt voorgeschreven als bijkomende factor. Ja. Dan heb ik nog een vraag aan jou, Erica. Wil dat lijf nou eigenlijk altijd weer terug naar dat oude gewicht? Is het een soort punt waar je lijf naartoe wil? Nou, wat je hier beschrijft klopt wel. In die zin dat je lichaam heeft eigenlijk een hele mooie thermostaat in je hersenen. En die thermostaat staat bij ons eigenlijk standaard gewoon goed ingesteld op een gezond gewicht. Alleen wat er gebeurt als je dus obesitas hebt, is dat die hormonen, die signalen aan die thermostaat raken verstoord. Een van die signalen is het hormoon leptine, wat door vetweefsel gemaakt wordt. Hoe meer vetweefsel je hebt, hoe meer leptine er is. Dat leptine vertelt je hersenen, jongens, er is voldoende vetweefsel, is voldoende energievoorraad, stoppen met eten, verbranding omhoog. Maar, dus je zou zeggen, hè, obese mensen hebben hoger leptine, dus meer verzadiging en minder eetlust. Dat blijkt niet waar te zijn. En dat komt dus door die verstoringen. Onder andere door die ontstekingsstofjes krijg je dus dat noemen we een resistentie voor die leptine. Dus je lichaam reageert veel minder op het leptine. Ja. Dus het wordt wel hoger, maar je lijf voelt het niet zo erg. Dus je blijft wel die honger houden. En zo maakt het dus heel erg moeilijk om weer naar beneden te gaan. Ja, ja, dus eigenlijk zie je bij die volwassenen ook. Eenmaal obesitas gehad, dan raakt je lichaam geherprogrammeerd, wil altijd terug naar het oudere gewicht. Ja. En daarom heb je ook echt, eenmaal obesitas zo hard behandelingen nodig die dat helpen te ondersteunen. Ja. En daarom is voorkomen van overgewicht ook zo ontzettend belangrijk. Volgens mij kunnen wij hier nog heel lang over doorpraten en er komen ook nog steeds heel veel chatvragen binnen. Maar we zijn toch aan het einde gekomen van deze uitzending en ik wil alle chattende mensen en alle kijkers ook heel hartelijk bedanken voor al hun betrokkenheid en vragen. Natuurlijk wil ik ook Erica en Liesbeth heel erg hartelijk bedanken. We weten natuurlijk stiekem allemaal wel dat de zorg overbelast is. En ik weet welke nachten deze vrouwen gedraaid hebben. Dus ik ben heel trots en heel blij dat jullie hier vandaag hebben willen zijn. En ik wil natuurlijk ook Floor van der Steen bedanken voor de gastvrijheid en haar openheid. Ik hoop dat mensen geïnspireerd raken of zich herkend voelen door haar verhaal. Dank je wel, Floor. Wil je nou graag meer horen of weten? Hou dan even de website overgewicht.tv in de gaten. Als je denkt, ik heb een tip of ik weet een onderwerp waar je het absoluut over moet hebben, ga dan ons alsjeblieft mailen, want dat horen we heel graag. Ik wil jullie nu heel erg hartelijk bedanken. Ik wens jullie een goede avond en vooral ook een hele goede nachtrust, want we hebben nu net gehoord hoe belangrijk dit is. Dank jullie wel.